Aanvoerder Heracles, Justin Hoogma, ja, 2-2. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd waar veel gebeurde? Ja, eigenlijk gemengde gevoelens natuurlijk. Hele slechte eerste helft waarin we 2-0 achter staan. Waarin we gewoon geen goede eerste helft spelen. Tweede helft denk ik dat het stukken beter was. Hoe we beginnen. Uiteindelijk word je geholpen door een rode kaart. Maar ik denk ook wel dat het... Ja, goed, deze situatie dwing je niet af, want het is een elleboog. Maar goed, de tweede helft was gewoon overal gewoon beter van ons. Het is gewoon zonde dat we dat niet in de eerste helft konden brengen. Denk je dat de tweede helft komt omdat jullie in de rust wat doorgenomen hebben? Of heeft de rode kaart wel echt geholpen? Ik denk dat het helder was. Ik denk dat iedereen weet... Hoe Almere speelt, dat doen ze nu al een tijd lang en ook succesvol. Dus dat is absoluut geen verrassing. Het is niet zo dat we verrast werden hoe zij spelen. Alleen uiteindelijk hoe wij in de eerste helft, ik denk iedere tweede bal is voor hun. We worden gewoon overlopen en dat mag ons gewoon niet overkomen. En ja, waarom het in de tweede helft dan, dat we dat dan wel kunnen. Daar heb ik op dit moment geen verklaring voor. Dat moeten we gewoon vanaf minuut 1 leveren. En dat is gewoon niet goed. Ja, de tweede helft, jullie kwamen 2-0 achter de rust in. Tweede helft eigenlijk... Kregen jullie een penalty vlak na rust, dus eigenlijk de aansluitingstreffer kwam vroeg. Had je er toen echt vertrouwen in van dit kan nog wel eens goed gaan komen? Ja, natuurlijk is dat heerlijk begin aan zo'n tweede helft. Dat je snel een goal maakt en daarna goed doorgaat, denk ik. Gewoon druk erop en natuurlijk heb je dan vertrouwen in dat het nog goed komt. En uiteindelijk die rode kaart maak je een geweldige 2-2 en... Natuurlijk zonde, ik denk dat we in de laatste 20 minuten of zo net iets te weinig hebben gecreëerd met de overtal. Ik denk Thomas nog een hele goede kans en Mario op het eind, wat gevaarlijke momentjes. Maar is al met al iets te weinig, denk ik. Dus dat voelt gewoon zo, dat voelt jammer, want als je zo lang met een man meer speelt, dan wil je ook de 3 punten halen. Begrijp ik heel goed. Maar goed, 2-2 is het geworden. Excelsior verloren. 2 punten erboven. En dan op naar volgende week. Ja, zeker. Succes. Dankjewel. Jens Hoogkamp, heb jij een energie in de wedstrijd gelegd vandaag? Hoe vond je het gaan? Ja, we beginnen gewoon weer slecht. Net als tegen Vitesse. Precies hetzelfde verhaal eigenlijk. En op een gegeven moment, tweede helft, proberen we te draaien. Maak je de 2-1. Ik weet niet of het 2-2 gelijk viel of dat ze eerst rood kregen. Maar dat geeft natuurlijk een boost. En dan probeer je vanuit daar verder te voetballen en eigenlijk te winnen. En dat is helaas niet gelukt. Nee, het was inderdaad eerst rood voordat de 2-2 viel. Uiteindelijk tegen 10 man merkte je toen ook van... Oké, dit kan misschien nog wel wat gaan worden vandaag. Ja, nee, sowieso. Want ik speel met 10 man. We waren veel aan het aanvallen. Alleen de ballen kwamen gewoon net niet lekker voor het doel. Ik denk dat misschien het verschil was, want anders win je deze wedstrijd. Denk je dat inderdaad de voorzetten misschien net iets te hoog waren en net iets te ver van de spitsen af daar? Ja, misschien. Maar het ligt er ook aan. Kijk, weet je, zij kijken op. Ze zien mij bijvoorbeeld tweede paal staan. Dan denk ze, ik moet een tweede paal neerleggen. Maar dan maak ik mijn loopactie naar de eerste. Ja, en dan staat er niemand bij de tweede. Dus dan vertekent het ook een beetje natuurlijk. Als ik dan kijk naar de 2-2, een 1-2'tje tussen jou en Rustic, is dat ook wel getraind? Ik praat veel met Aiden, dat klopt. En we hebben veel contact over dat hij me probeert te zoeken om eronder te komen. Dat iemand anders er eigenlijk onder komt, omdat hij in principe best wel ver van mij afstaat. Maar ja, omdat wij nu, omdat ze met 10 man waren, zo hoog konden drukken, kon hij er zelf onder komen en schoot hij mooi binnen. Ja, dat was zeker een mooi doelpunt. Ja, als je dan achteraf terugkijkt, bouw je dan van dat je er geen 3 punten van gemaakt hebt? Of denk je, we zijn goed teruggekomen, op naar volgende week? Nee, sowieso bouw je. Want je komt wel achter, maar de hele insteek van de wedstrijd is om deze te winnen. Om aansluiting te krijgen. Dus ja, we hebben niks aan een punt. Klinkt raar, maar je hebt er niks aan. Je loopt een puntje uit. Maar het beste pak je 3 punten. Nou, op in ieder geval nu naar volgende week, naar de Kuip. Ja, zeker. Nieuwe wedstrijd, nieuwe kansen. Succes.